Jongens en mensen, welkom bij GoedVL, mijn naam is Meis. En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dennis of Fall Guys. En dit is alweer aflevering nummer 10 en ook meteen de laatste aflevering van Dennis of Fall Guys seizoen 4. En dat betekent dat wij 3 punten gaan doen in deze laatste aflevering. Ik had natuurlijk ook eventjes wat vals genomen van Dennis of Fall Guys. Dat was eigenlijk een paar keer of zo. Maar het is namelijk de laatste aflevering van 10 Days of Fall Guys. Dus ja. Laten we maar lekker beginnen. Dit is namelijk het nieuwe seizoen van Fall Guys. Ja, dat is natuurlijk al een tijdje nieuw. Maar goed. Oké, we hebben de 3 top tombots, dus laten we lekker beginnen in deze laatste aflevering van 10 Days of Fall Guys seizoen 4. Ik sta achter. Hoeveel is Conan? Serieus kicken? Oké. Obstakel! Nou, dankjewel, obstakel. Serieus kicken? Dankjewel, kicken. Oké. Wajo? Ik ben qualified. Ja, zoals je me aan mijn outfit ziet, ik heb namelijk de captain op. Mijn captain pet. Maar goed, wat voor de volgende in deze potje? Oh, dat ging best snel. Oké, we hebben de Tundra run. Maar goed, ik heb natuurlijk de captain pet outfit aan. Dus ja. Dus deze outfit... Ja, zie je natuurlijk vandaag in deze aflevering van 10 Days of Fall Guys. En ook natuurlijk voor de laatste aflevering. Ik sta achter. Oké, let's go then. En dan gaan we mooi lekker beginnen met deze ronde van de eerste potje. Dus nu heb ik weer de captain pet op. Nee. Nee! Dankjewel, player. Serieus, obstakel? Oh, ik ben qualified! Ik ben zeer nog qualified. Wat wordt de volgende in dit potje? Oké, we hebben de Stomping Ground. Met de Rhino's. Ik sta weer achter. Waarom sta ik niet voor in deze aflevering? Maar goed. Oké, Conan. We zien...
Bij de volgende ronde sta ik misschien wel voor. Maar goed. Nee! Rhino! Nee, Rhino! Nee! Nee! Wajo! Wat een save! Wat een save! Ik leef nog! Ik leef gewoon nog! In deze ronde! Nee, Rhino, dat gaat mannen niet gebeuren! Nee! We hebben nog 3 seconden, 2, 1. Qualified! Maar wat een save net! Nog maar 5 players over! Oké! Wat voor de volgende in deze partij, dat is natuurlijk de finale, de Dub Showdown. En ik wil niet dat de player mij vasthoudt. Dat wil ik absoluut niet. We hebben de Fettinaat ook nog eens. Serieus. Ik sta daar. Oké, let's go then. Met de Fettinaat kan ik wel gebruiken. Gewoon eerst springen, dan... Rup. En dan gewoon weer springen. Voor SF 4 minuten de tijd, 4,5 minuut. Ik moet dit winnen, dan heb ik waarschijnlijk de 66ste win. Oh, ga maar daar naartoe. Laat me niet vasthouden! Vet in dat hoor. Zo. Oh mijn god. Nee. Ik wil vast al. Ik wil vast al met die obstakel. Maar ik lukt het dus niet. Ik word weer vastgehouden door die gouden heks. Ik word echt weer vastgehouden door die heks. Ik heb 5 Genesis gewonnen. Even kijken. 6 Genesis gewonnen. Wayo, level 17, 18, bijna level 19. Maar goed, we gaan door naar het tweede potje in deze laatste aflevering van 10 Days of Fall Guys Season 4. Waarom staat bovenop nou geen solo's? De naam Sol staat niet bovenop. Oh, nu wel. Oké. Okay. Oh, Running Beans. Oké. Okay. Het is een creative map by Fall Guys Team. Sinds een tijdje is het natuurlijk ook Fall Guys Creative. En daar wil ik natuurlijk ook gaan beginnen. Dus binnenkort komt ook Fall Guys Creative op mijn kanaal. Waarom zie ik alleen dit? Oké.
Ik sta weer achter. Wat parkeer ik me achter elke keer? Oké, Skodan. Ik ga gewoon even naar. Ik sta wel achter, maar we redden het wel. Weet je wat? Hier. Ik ben qualified. Dat is gewoon een easy mapje. Wat de volgende in deze tweede potje. Oké, we hebben de track attack. Ik sta niet achter, maar ik sta wel te helpen. Oké, schoenen. Even wat speed gebruiken met deze obstakel. Wajo, wat is dit? Obstakel! Ik kon niet vast, ik kan natuurlijk niet weer, niet nog een keer vast voor die obstakel. Voor die striding. Serieus? Ik word qualified! Nee, jammer! Ik ben niet qualified! Nou, we gaan weer terug naar het hoofdmenu. Vier challenges complete. Level 19 complete. Ook level 20 en level 21. Dat als color. Maar goed, we gaan door naar de derde potje. In deze laatste aflevering van Tennis of Fall Guys Season 4. Ja. Nou, het duurt dus zo lang. Oké, we gaan even opnieuw. Dit duurt een beetje te lang. Nice. We kunnen beginnen met het derde potje. En de eerste map van het derde potje is... Data Streams. Ook weer een creative ronde by. Oftewel, ook weer een creative round by Fall Guys Team. Thank you.
Ik sta weer achter. Waar sta ik de hele tijd achter? Kun je scoren dan? Nou, dan hebben we deze als een obstakel. Oh. Dankjewel, obstakel. Zo. Oké. Ja. Nee, waarom moet ik nou weer springen? Serieus obstakel? Ik word qualified. Well. Come on. Ik ben qualified. Wat de volgende? Het is een derde potje. Oké, maar de Skyline Stumble. Waarom sta ik steeds achter? Oké, let's go then. Serieus? Serieus? Laat me niet vasthouden! Of mij wil ik vasthouden. Serieus, player? Oké. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik wil hier erop. Alleen is het altijd chaos. Waarom heb ik zeg de internet? Hè? Come on, qualified. Waarom heb ik slechte internet? Ik ben qualified. Maar waarom heb ik nou weer slechte internet? Ik heb weer goede internet, maar waarom in de game niet? Beetje gek. Maar mijn internet. Maar de internet is natuurlijk weer goed. Maar goed, wat wordt de volgende in dit derde potje? Duurlijn. Wat heb ik met internet? Maar goed, we hebben de... Gender Gauntlet. Ja, ik zeg gewoon wat. Ook een creative round by Fall Guys Team. Ik zweer, als ik ook nog eens disconnected ben, hè. Dan word ik echt gek. Maar ik hoop het niet. Ik hoop niet dat ik disconnected ben.
Serieus? Serieus, internet? Ik wil gewoon spelen! Dit duurt te lang. Ik wil Candlelight spelen, maar het laat gewoon best wel lang. Ik ken niet zo'n goede server hier. Oftewel, ik heb geen goede internet in Fall Guys. Hé, eindelijk kunnen we starten. Ja, hier. Zegt de internet in Fall Guys. En waarom sta ik weer achter? Op guesscode. Gelukkig ben ik niet disconnected. Dus dat is mooi. En ik heb weer goede internet in Fall Guys. Dus dat is ook weer mooi. Hier moet ik eigenlijk weer springen. Ik heb geen slechte internet meer van Fall Guys. Dus ik heb weer goede internet in Fall Guys. Wajo. Serieus? Ik ben niet door. Ik was echt zo close, maar ik ben niet qualified. Ik ben eliminated. Maar goed, we gaan weer terug naar het hoofdmenu. Vijf challenges complete. Gewoon weer challenges complete. Hier nog verder iets? Nee, vijf challenges complete. Ik ben level 22. En 600 kudos en fijn. Maar goed, dus bedankt voor het kijken naar deze video. Dus like, abonneer en bedankt. Ik zie je bij de volgende video. En misschien door het volgende seizoen weer. Maar goed, ik zie je weer bij de volgende video. Doei doei!